Yo, Vaco Gamers, Lars hier en welkom bij een gloednieuwe aflevering van Civilization 5 hier op Vaco Games. En jongens, het gaat hartstikke lekker in ons rijk. We hebben allemaal mooie dingetjes die we kunnen bouwen. We gaan binnenkort het grote standbeeld van Jezus bouwen. Echt een heel groot standbeeld, echt een heel groot standbeeld. En dan gaat het helemaal goed. Wat we trouwens nog steeds willen, is naar de maan. En dat gaat waarschijnlijk wel lukken. We hebben een ambassade, Alexander. Ja, natuurlijk heb je geen ambassade, vrolijke vriend. Alexander is matties met me. Hier, iedereen is vriendelijk. Open grenzen, tuurlijk. Je zit aan de andere kant van de oceaan. Jij krijgt open grenzen van mij. Alexander is gewoon vriendelijk met me. Wauw. Dat is nieuw. Dan moet hij waarschijnlijk wat van me. Als Alexander vriendelijk doet, dan moet hij wat van me. Kan haast niet anders. Wie komt hier vandaan? Kaboel. Lopen jullie nog steeds met speren, joh? Zit de potverdorie in 1987. Wie laat er nou eens met speren lopen in 1987? Nou ja. Wij kunnen ondertussen een extra tenant pakken. Laten we dat doen. Wat zullen we eens doen? Nieuw deal. Dat is leuk. Dan kunnen we binnenkort een level 3 pakken. Dat geeft een extra shizzle op. Level 3. Shanghai. Bouw een... Bouw maar een fabriek. We kunnen niet genoeg fabrieken hebben. En Beijing, een stadion. In Zhangzhou, een fabriek. Ik had toch al een fabriek in Zhangzhou? Of was dat Busan? Ik weet het niet meer. Het is helemaal wild in het gewikkeld. Ik hou dat helemaal niet bij, hoor. Alexander, willen we ruilen? Natuurlijk willen we ruilen, Alexander. Waar heeft die vent in één keer last van? Is Alexander ziek? Gaan we dit krijgen? Ik heb geen interesse om de hele tijd jullie oorlog mee te maken. Gaan jullie lekker oorlog voeren daar? Laat mij dan met rust. Ik doe niet mee. Dan kan ik in één keer alles zien. Oh, dan komt die boot natuurlijk. Aha. Ik heb geen zin om de hele tijd naar jullie oorlogen te kijken. Ik heb dat druk genoeg met mijn eigen oorlogen. Die ik niet meer heb de afgelopen tijd. We hebben niet echt voor oorlog gevoerd de afgelopen tijd, hè? Open grenzen. Vooruit. Ik vertrouw jou op dit moment genoeg om jou open grenzen te geven. Die bitch in het zuiden vertrouw ik nog steeds niet. Dus die krijgt het niet. Vandaar dat ook mijn halve legerbaan op de stoep staat. Die vertrouw ik niet. Maar zolang Alexander vriendelijk is, is alleen maar positief voor mij. Alexander was mijn grootste concurrent en dat is hij nog steeds. Ben, I want to say one word to you. Just one word. Plastic. Plastic, natuurlijk, plastic. Iedereen wil plastic hebben. Wij gaan het standbeeld van Christus bouwen. In Ulundi. Dat lijkt me een mooie plek. Christus Redentor. Jij, rush standbeeld. Nog 5 beurten. Wat gaan wij ertussen uitvinden? De railroad. Ja, lijkt me wel wat. Ja, railroad. Why not? Dan kunnen we onze paadjes vervangen door treinen. Gaat het net even wat sneller. Een treinen gaan sneller dan lopen, hè. Dat is zo. Ik zie het helemaal zitten. Ik denk echt dat wij gaan winnen dit potje. Of die andere gasten moeten nu heel snel gekke dingen gaan doen. Maar dat zie ik voorlopig nog niet gebeuren. Victory progress. Ik ben bijna invloedrijk over Arabië. Hé, dat is positief. Dat is nice. Bijna invloedrijk over iemand anders. Dan lopen we weer een klein beetje in op Machu Picchu. Een research lab. Ja, zo snel mogelijk. En zoveel mogelijk. Heel veel research labs. Heel veel. Veel onderzoek. I like onderzoek. Onderzoek is tof. Ga vooral onderzoeken hoe we naar de maan kunnen. Hoe sneller we dat voor elkaar krijgen, hoe blijer ik ben. Hey, Pachikuti. Vind je niet leuk, hè? Nee, op bakken. Interesseert me niet of je het leuk vindt of niet. Die vent wilde een paar dagen geleden nog open grenzen. Nou, wat denk je niet meer? Zuppiet. Hey, zometeen een bank in Jan de Tweede. Nog meer geld. Hey. Wij hebben monies. En heel veel ook. Kiesproductie en Jan de Tweede. Jan de Tweede, bouw een... Bouw een colosseum, Jan de Tweede. Why not? Ulundi, zometeen het stambeeld. Alex, waar... Deze man is echt... Hij weet niet wat hij wil. Maar ik heb ook geen legers hier, dus ik moet even een beetje...
Alhoewel, wat gaat hij doen vanuit deze stad? Zodat hij eerst helemaal hier naartoe komt wandelen? Tegen de tijd dat hij hier is, ben ik ondertussen wel weer terug hoor. Met een paar units. Dat is het voordeel van een groot netwerk aangelegd hebben van allerlei wegen. Ach, Haroon. Arme jongen. Binnenkort ben ik toch invloedrijk over Haroon. Dus wat wil die vent me nog gaan doen? Haroon, wat wil jij maar gaan doen? Alsof ik bang ben voor die vent. Hij zit ten eerste aan de andere kant van de wereld. Hij heeft ruzie met alles en iedereen. Dan gaat hij mij een beetje boel lopen doen. Oh, arme Haroon. Arme, arme jongen. Waar zit hij dan midden zijn zandbak? Waarschijnlijk is hij chagrijnig en gewoon dat hij zand in zijn onderbroek heeft. Bouw een research lab in Seoul. En in Florence een research lab. Alleen maar research labs. Ik hou van research labs. In Beijing ook. Meer onderzoek is goed. En het standbeeld van Jezus bouwen is ook goed. Echt een groot standbeeld, hè? Niet een klein standbeeldje, zo'n kleintje, nee. Groot standbeeld. En zeg van, nou, dat is tenminste een standbeeld. Soms heb ik wel eens van die standbeelden waar je denkt... Ja, is het nou wel een standbeeld? Maar we gaan hier een standbeeld bouwen dat zo groot is dat we het van een afstandje kunnen zien. Come to me, all who labor and are heavy burdened, and I will give you rest. Nou, ik kan even geen rust gebruiken, Jezus. Sorry, Jezus, maar je moet even wachten. Een research lab, ja natuurlijk, in de Lundi. Uiteraard, een research lab. Jezus moet even wachten, ik heb even geen tijd voor Jezus. Wat doen ze altijd, hè? Als ze hier aan de deur komen, die Jehovah's, dan zeggen ze... Heeft u even tijd voor Jezus? Dan zeg ik, nee, ik moet opnemen. Geen tijd voor Jezus, sorry Jezus. Had je even eerder moeten komen. Voordat ik vaak ook games ging doen, dan had ik misschien tijd voor je. Maar nu even niet. Oh, ga je oorlog voeren? Zij gaat echt binnenkort oorlog voeren. Ze gaat hier binnenvallen. Nou, ik wens je veel succes. Ik stuur ondertussen even een handelspostje richting er. Zometeen gaan wij railroads uitvinden. En daar ben ik heel blij mee. We gaan het tjoeken tjoeken over het netwerk. Hopelijk een stukje sneller dan bij de NS. Want als de NS dit railwerk gaat beheren... Hopelijk gaan we ook nuttiger railwegen aanleggen dan dit. Het blijft een raar potje. Dit zijn toch geen wegen als we ook de spoorlijnen zo aansluiten? Dan snap ik waarom de NS elke keer zoveel vertraging heeft. Introduction of so powerful an agent as steam to a carriage on wheels will make a great change in the situation of man. Zo, echt wel. Een extra handelsroute. Nou, laten we er nog eens eentje aanleggen. Waar gaan we er eentje bouwen? In Jan de Tweede. Why not? Maar dan kopen we er wel eentje, want ik geen zin om te wachten. Cargo ship. We hebben toch 155 goud per beurt. Who gives a shit? Wat is leuk. We kunnen als eerste naar de Atomic Era. Wat ook wel heel tof is. Als we dit pakken, dan kunnen we uranium. En dan kunnen we gaan bouwen aan het Manhattan Project. Om atoombommen te doen. Academy Science Yields Improved by 2. Ook wel tof. Ga dat eerst maar doen. Eerst elektronica, dan atoomtheorie. Ik hou van atomen. Atomen zijn tof. Kabul heeft een handelsroute geplunderd. Wat een lulletjes. Waarom doen jullie dat, Kabul? Wordt niet gewaardeerd. Research lab. Als die research labs er maar zijn, dan gaat het goed. Alexander. Oh, kijk eens eventjes. Haha, iedereen maakt vrede met iedereen. Dat is goed. Als ze vrede hebben... Nee, ze moeten geen vrede hebben. Ze moeten oorlog voeren. Als zij oorlog voeren, dan kan ik in de tussentijd lekker op mijn eigen eilandje, op mijn eigen ding doen. Als zij oorlog voeren, dan hebben ze geen tijd om andere dingen te bouwen. Een handelsschip uit Jan de Tweede. Ga maar naar... Wow, Lissabon levert 26 goud op. Ga maar varen. Doei. En Jan de Tweede bouw in de tussentijd een... Bouw maar een granary. Waarom hebben ze al die simpele dingen niet? Ik snap er geen reet van. Maar ja. Misschien zijn ze niet zo slim. En Jan. De Tweede. Jan de Tweede. Waarom ook niet? Hier komt een research lab aan. Daar komt een research lab. Allemaal research. Dan zal dit wel sneller gaan zo meteen. Nu nog 8 beurten. Maar als die research labs klaar zijn. Dan gaat het net even een tikje sneller. Volgende beurt. Ik krijg geen tijd om te wachten. Kies de productie. Stadion, volgende. Deze beurt zijn er 1, 2 research labs. Bijna de derde. Heleboel research labs. Which I like.
We gaan zo eens eventjes checken wie hier nou eigenlijk de ally van is. Juist, Beijing, een handelsroute naar Boedapest, AUB. 187 goud per beurt. Wie is hier de vrienden van? Portugal. Portugal, spijt me zeer. Ik koop even je vrienden over. Oh, wel hem. Alexander. Oh, dat wordt wel heel gevaarlijk. Als ik Alexander over wil nemen, dan kost het me heel veel geld. Dat is me even een beetje te duur. Bouw een ziekenhuis. In Ulundi. In Beijing een hotel. Oh, de shizzle gaat helemaal lekker. Ik heb echt niks te klagen in dit land. Ik zag het een paar dagen geleden zo slecht in. Ik denk, dat gaan we never nooit meer redden, maar... Voorlopig gaat hij keurig. Ivoor. Jan de Tweede. Oh, er komt weer een sessie aan. Oh, mijn goud is weg. Nou ja. Oh, dat is gemeen. Alexander wil de Inca's embargoen. Dan mag de Inca's niks meer doen. Zo, 16. Holy shit. 9 van City States. Hij heeft heel veel City States onder zijn hoede. We moeten gaan sparen. En binnenkort een aantal van zijn City States overnemen. Dan gaat het fout. Met Alexander. Of we moeten iemand anders steunen. Niet langer vrienden met Cahokia. Nou, dat weet ik wel zeker, Cahokia. Dat wij zo meteen weer matties zijn. Maar ja, eens opletten. Ik ken namelijk een hele goede truc waardoor jij weer mijn vriend bent. Zo. Zie je wel dat jij mijn vriend bent? Dat dacht ik ook. Als ik jou mijn geld geef, hè, dan ben je heel gevoelig. En Alexander is ondertussen weer een stem kwijt. Which I like. Een forge, Jan de Tweede. Hoeveel stemmen heeft Alexander nu? Nummer 15. Haha. Ik heb er 5. Als we dan een beetje met z'n allen samenwerken, dan kunnen we Alexander wegstemmen. Maar dat zullen ze niet doen. Zo dom zijn ze dan ook alweer. Zijde voor Zurich. Iedereen vindt me aardig. Wat ik op zich best wel kan begrijpen. Weet je wat je doet? Wat levert het meeste op? Braga. Ga naar Braga. Dag. Lekker varen. Shanghai. Bouw een research lab. Kosten per beurt. En heb je wat? Bouw een amfitheater. Waarom hebben jullie geen amfitheater, Beijing? Dat is weer voor onzin. Onze mensen. Kopen nou jouw blauwe spijkerbroeken. En ze luisteren naar je popmuziek. Ik vrees dat de rest van de wereld binnenkort zal overkomen aan de invloed van jouw cultuur. We zijn overheersend over Arabië. Mensen in Arabië luisteren nu naar mijn muziekjes? Hoop ik niet, eigenlijk. Het kan toch verschrikkelijk zijn, dan zitten ze in Arabië de hele tijd naar Dit is het Kipbok te luisteren. Dat was niet de bedoeling. Het slechtste liedje dat ik ooit gemaakt heb. Ook het enige liedje dat ik ooit gemaakt heb trouwens. Wel de meest bekeken video op Vaco Games. Gek genoeg. Hey, grote muzikus! Leuk! Speel eens een riedeltje muziek. Wie is de dood? Ja, dat is een begrafenismuziekje. Ik wilde geen begrafenismuziekje. Ik wilde een vrolijk popliedje. Is dat echt te moeilijk? Gewoon een vrolijk popliedje? Gewoon even wat vrolijks. Iets vlots. Dat is wat ik wil. Niet die depressieve meuk. Daar moet ik van huilen. Niet depressieve meuk. We kunnen binnenkort Ormers wel eens even overkopen. Maar eerst wil ik elektronica hebben. Dan geven we dat geld gewoon via de bankrekening. Er is een basic principle about consumer electronics. It gets more powerful all the time and it gets cheaper all the time. Behalve als het van Apple is, dan wordt het alleen maar duurder. Een battleship en een carrier. En een grote wetenschapper is geboren in de stad Busan. Nou, ga je wetenschapsdinges doen. Over 3 beurten Atomic Theory. Zhanju, bouw een research lab. Onderzoek. Dat is het enige wat wij moeten doen. Onderzoek. Als we die ironworks hebben,
moeten we workshops in Florence en Jan de Tweede. Hier komt een forge. Nou, dan bouwen we dat straks wel. Bouwen we intussen maar een stadion voor extra happiness. Niet dat we het nodig hebben, maar vooruit. Het is leuk om te hebben. Beijing, muren, why not? We hebben de stad gebouwd zonder muren. Hoe ze het gedaan hebben, geen idee, maar ze doen het. Wat dat betreft zijn mijn mannetjes wonderbaarlijk goed. Oh, dan vergeet ik weer Ormus over te kopen. Ormus. Hoeveel vrienden heb jij? Alexander, kan ik niet betalen. Maar dat komt wel. Alexander verdient echt geen enkele reet. Hoeveel geld heb jij ondertussen, Alexander? Ben ik benieuwd naar. De mensen die we allemaal willen bezoeken. Natuurlijk willen ze allemaal bij mij komen, dat snap ik wel. Alexander, hoeveel geld heb jij? 65 per beurt, zo. Wil jij jouw wijn ruilen tegen mijn cacao? Niet, daar niet. Nou, daar ook oekie die boekie die boekie die, dan maar niet. Ik vond het wel een goede ruil, maar nee hoor. Een kasteel. Hey, wat gaan we doen? De Inca's verbannen. Ja, goed idee. Laten we de Inca's bannen. Oh, bakken met die Inca's. Inca's doen niet meer mee. Kaboel. Omdat het leuk is. 2 beurten voor atoomtheorie. Nou, daar zijn we best wel vlot gegaan. Harun al-Rashid zit in de Renaissance area. Era. We lopen letterlijk 2 eras voor op Raoun. Wat een loser. In zijn woestijn. Je hebt het gek als je in de woestijn gaat wonen. Dat je dan niet al te veel goede uitvindingen doet. Alleen maar zand. Misschien dat hij heel goed uitgevonden heeft hoe hij zandkastelen moet bouwen. Ik weet niet of je daar heel veel aan hebt. De Inca's zijn onder embargo. We mogen niks meer doen met de Inca's. Nou, deed ik toch wel niks mee. Dus die Inca's zoeken het maar uit. Ik wil graag atoomtheorie. Dat lijkt me leuk. Dan kunnen we uitvogelen hoe we atoombommen maken. Misschien dat mensen ons dan minder snel aanvallen. Dat doen ze de afgelopen tijd sowieso niet meer. Maar dan durven ze het helemaal niet meer. Want dan krijgen ze een atoombom op hun bakkes. Young's power of the atom has changed everything, save our modes of thinking. And we thus drift towards unparalleled catastrophes. Goed gezegd, Albert. We zijn uranium aan het onthullen, het Manhattan Project en Atomic Science krijgen we 1 extra. Progress is the realization of utopias. Utopia? Nee. Ik wil geen utopia. Ik kijk toch geen utopia, man. Bullshit. Hoe mogen we het uitvinden? Wat gaan we uitvinden? Wat is leuk? Wat is leuk om uit te vinden? Ik vind, een verbrandingsmotor is wel interessant. Een verbrandingsmotor. Sure, why not? En in Beijing gaan we het Manhattan project uitvinden. Lig lekker in het midden. Ga dat dan maar een beetje doen. Gaan we atoombommen bouwen. En gooien, als ze niet luisteren. Hopelijk luisteren ze een beetje. Mijn goud gaat trouwens een klein beetje achteruit. Ik weet niet waar het allemaal naartoe gaat. Denk een of andere handelspost die niet helemaal lekker meer zit. Maar ik kan niet zeggen dat ik me er heel erg veel zorgen over maak. 122 goud per beurt. Dat is meer dan al die andere gasten bij elkaar ondertussen. Hoe staat het met de demographics? Hey, bootje! Dat was nergens voor nodig. De grote artiest is geboren in de stad Ari. Natuurlijk, als er ergens artiesten worden geboren, dan is het daar. Een gouden tijdperk, AUB. En we mogen weer iets kiezen, wat is leuk. Ideologie. Welke pakken we? Mogen ruimteschepen kopen met goud? Ja, die wil ik hebben. Die wil ik hebben. Het duurt nog wel even, maar tegen de tijd dat we het hebben, hebben we zoveel geld dat we gewoon ruimteschepen kopen. In plaats van ontwikkelen. Gewoon kopen. Hoppakee. Bam. Kopen, kopen, kopen. Naar de hoofdstad. Go. Dat is het plan voor de komende tijd. Maar dat duurt nog wel even hoor. Kap nou eens met die onzin. Ik heb toch geen tijd om de hele tijd naar jullie gebakkelei te kijken. Schiet of die boot naar beneden. Oh, het is al gelukt. Oké, ik heb niks gezegd. Sorry. Dat ik weer eens veel te hard tegen jullie was. Ja, kiesproductie. Wat gaan we dus doen? We moeten zoveel mogelijk research labs hebben. Want hoe sneller we dingen uitvinden, hoe beter het gaat. Hoe gaat het met de demographics? We zijn bijna overal eerste, behalve bij populatie. Nou, vooruit. En GMP. GMP is goud, toch? Nou. Komt er dat we heel veel uitgegeven hebben, natuurlijk. We hebben allemaal allies overgekocht. En dat kost best wel wat doekoes. Dat doe je niet zo 1, 2, 3.
Maria is tegen jou aan het plotten. Nou, ik wens er veel succes. Als zij hier langs wil komen, dan krijgen ze toch een atoombom op de bakkesje. Ongelooflijk. Een militaire basis. Ach, hè. Als het dan toch mag kiezen. Het zou leuk zijn dat mijn werkmannetjes hier eens een beetje uranium uit de grond gingen banjeren. In plaats van met z'n allen een weg staan aan te leggen. Ik snap dat het moet gebeuren hoor, een weggetje aanleggen, maar... Oh, hebben jullie ook daadwerkelijk echt de treinrails over de weggetjes heen gelegd? Zal ik voortaan zelf maar tekenen hoe die wegen moeten aangelegd worden? Dit gaat een beetje fout, jongens. Als jullie dit zo blijven doen. We verliezen onze grip op Ur. Waarom? Ur, wat is er aan de hand, jongen? Ik weet niet wat er aan de hand is met Ur, maar Ur is een beetje moeilijk. Ur is een beetje het murren. Stomme Ur. Hoe noem je je stad? Ur. Ur. Het klinkt ook gewoon vreemd. Het klinkt gewoon niet goed. Kabul, het is 2011 ondertussen. 2012 in de volgende beurt. Waarom hebben jullie nog mannetjes met prikstokken? We hebben bijna atoombommen. Dat is het verschil tussen Kabul en ik, hè? Kabul heeft prikstokken. Ik heb atoombommen. Ik weet wel wie er gaat winnen in een wedstrijdje tussen Kabul en mezelf. Maar Kabul valt mij niet aan, want Kabul is mijn mattie. Dus af en toe mag ik best wel Kabul afzeiken, maar verder doe ik ook niet heel erg veel gemeen tegen Kabul, hoor. Allemaal nergens voor nodig. Waarom zou ik tegen Kabul vervelend doen? Nergens voor nodig. Ik leef van een hele lange tijd in vrede. We begonnen deze game met heel veel oorlog en nu is het denk ik overal vrede. Ik moet zeggen, dit bevalt mij beter. Dit bevalt mij veel beter. Dat is trouwens ook de enige kans om een overwinning te behalen, hoor. Want als we nou heel veel oorlog waren aan het voeren, dan waren we en heel veel geld kwijt. En ons land zou lang en breed niet zo succesvol zijn als dat ze nu zijn. Aqueducts. Over twee beurten de verbrandingsmotor. En dan gaan we toch een tijd shit verbranden, dat wil je niet weten. Oh, zoveel gaan wij verbranden. Alexander heeft oorlog met Pachacuti. Succes, Alexander. Zet hem op. Pak hem. Die vindt mijn veren op zijn hoofd. Een half kaal geplukte kip. Pak hem. Hopelijk doet het pijn. Ik hoop echt dat het pijn doet bij hem. Een grote schrijver is geboren in de stad Ari. Dat hadden we nog niet eerder. Geef mij cultuur, grote schrijver. Hoppa. Cultuur in je bakkers. Een ziekenhuis in Bhutan. Busan, hoe die stad ook heten mag. Bijna het Manhattan Project. Zometeen over één beurt eerst de verbrandingsmotor. Als we het Manhattan Project hebben... dan kappen we ermee met deze aflevering. We doen nog twee beurten. Militaire basis, top idee. Verbrandingsmotor, AUB. Any man who can drive safely while kissing a pretty girl is simply not giving the kiss the attention it deserves. Je moet sowieso geen mooie meiden lopen zoenen als je aan het rijden bent. Je moet op de weg letten. Veel belangrijker. Hoppa. Kies productie. Ja, bouw een onderzeeboot. Voor mijn part, maakt mij het uit. Bouw een hotel. Kies een productie. Bouw een hotel. Kies research. Welk is leuk? We moeten kijken waar we zo snel mogelijk hier naartoe kunnen komen. Naar het Apollo-programma. Ga maar naar rocketry. Doe dat maar. Kost even per beurten. Dan heb je ook wat. Over één beurt krijgen wij het Manhattan-project. Dan gaan we toch een paar atoombommen gooien, joh. Waarschijnlijk niet. Maar we gaan ze wel houden. Shinji Yaika Yangami. Mana Nyukanchik Shinji Imperio Inca Nyopapi Shayaringichu. Shinajata. Ja, het Inca-rijk verklaart mij de oorlog. Ik snap het. Maar waarom? Wat heb ik dan weer gedaan? Oh. Slaat echt nergens op. Inca's. Is dat... Waarom? Waarom doe jij zo? We hebben ondertussen het Manhattan-project. Waarom doet die gozer zo raar? Er is echt geen enkele reden om mij aan te vallen. Niet dat ik bang ben voor hem. Maar waarom?
Ik vind dit een beetje vreemd. Ik vind het apart. Hij zit aan de andere kant van het land. No way dat hij me kan pakken. Wat wil die vent nou eigenlijk? Nou ja, weet je. Als hij oorlog wil voeren, zoekt hij het me lekker uit. Vaku Gamers, ik ga jullie bedanken voor het kijken. Morgen gaan we lekker verder bouwen, want we moeten natuurlijk nog een heleboel doen voordat we naar de maan gaan. Het kan mij niet snel genoeg gaan. Ik wil deze wereld achter me laten. Ik heb helemaal geen zin meer om te dealen met Alexander en met Pachacuti met zijn veren op zijn hoofd. Binnenkort gaan we naar de maan. Lijkt me super chill om daar lekker te gaan hangen. Hopelijk gaan jullie met me mee, want morgen een gloednieuwe aflevering van Civilization 5 hier op Vaku Games. Voor nu, bedankt voor het kijken, bedankt voor het liken en tot morgen. Mazzel!